Hoofdstuk 10, deel 2 van Dumby en Zoon, door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 10, deel 2. Hoe het met de moeilijkheden van de houten adelborst afliep. Het was op de dag na deze gelegenheid, op een zondag, dat, terwijl Dumby, mevrouw Chick en juffrouw Tox nog aan het ontbijt zaten en lofspraken op de majoor hielden, Florence kwam binnenlopen met een gloeiende kleur over haar hele gezichtje en vrolijk schitterende ogen, en riep, "Papa, papa, daar is Walter, en hij wil niet binnenkomen." "Wie?" zei Dumby. "Wat bedoelt zij toch? Wat is er?" "Walter, papa," antwoordde Florence, beschroomd, nu begrijpend dat zij met veel te veel familiariteit zijn hoge tegenwoordigheid was genaderd, "die mij gevonden heeft, toen ik was verdwaald." "Bedoelt zij de jonge Gay, Louise?" vroeg Dumby zijn wenkbrauwen samentrekkend. "Werkelijk, dat kind heeft heel luidruchtige manieren gekregen. Zij kan de jonge Gay niet bedoelen, denk ik. Kijk eens wat er is, als het u belieft." Mevrouw Chick haastte zich naar de gang en kwam terug met het bericht dat het de jonge Gay was, met nog iemand die er heel wonderlijk uitzag, en dat de jonge Gay zei dat hij niet zo vrijpostig wilde zijn om binnen te komen, daar hij hoorde dat meneer Dumby aan het ontbijt zat, maar wachten zou tot het meneer Dumby beliefde hem te zien. "Zeg de jongen dat hij nu maar komt," zei Dumby. "Wel, Gay, wat is er? Wie heeft u hierheen gestuurd? Was er niemand anders om te gaan?" "Neem mij niet kwalijk, meneer," antwoordde Walter. "Ik ben niet gestuurd. Ik ben zo vrij geweest om uit mijzelf te komen en hoop dat gij dit niet kwalijk zult nemen als ik u de reden vertel." Maar zonder te letten op wat hij zei, keek Dumby ongeduldig aan beide kanten om hem heen, alsof hij een pilaar was die in de weg stond naar een voorwerp achter hem. "Wat is dat?" zei Dumby. "Wie is dat? Ik denk dat gij u in de deur hebt vergist, meneer." "O, het spijt mij wel dat ik iemand moest meebrengen, meneer," zei Walter haastig. "Maar dit is kapitein Cuttle, meneer." "Walter, jongen," zei de kapitein met een zware stem, "sta nu vast." Tegelijkertijd kwam de kapitein wat verder binnen, waardoor zijn wijde blauwe pak, zijn in het oog lopende boordjes en zijn knobbelige neus nog duidelijker uitkwamen, en bleef voor Dumby staan buigen en beleefd met zijn haak naar de dames wuiven, met zijn harde blinkende hoed in zijn enige hand en een rode streep op zijn hoofd, die de hoed daarop had achtergelaten. Dumby keek dit verschijnsel met verbazing en verontwaardiging aan en scheen met zijn blikken naar mevrouw Chick en juffrouw Tox daartegen te protesteren. Kleine Paul, die naar Florence was binnengekomen, deinsde toen de kapitein met zijn haak zwaaide achteruit naar juffrouw Tox en hield zich op verdediging gereed. "Wel, Gay," zei Dumby, "wat hebt ge mij te zeggen?" "Nogmaals," zei de kapitein, als een algemene opening van het gesprek, waardoor hij niet missen kon iedereen gunstig te stemmen, "Walter, sta vast." "Ik vrees, meneer," begon Walter, bevend en naar de grond kijkend, "dat het heel vrijpostig van mij is dat ik hier kom. Werkelijk, ik zou haast de moed niet hebben gehad om naar u te vragen, meneer, zelfs toen ik al hier was aangekomen, vrees ik.
als jonge juffrouw Dombey mij niet had gezien en... Wel, zei Dombey, zijn ogen volgend, toen hij naar de oplettende Florence omkeek en zonder het zelf te weten zijn voorhoofd fronsend, toen zij hem met een glimlach aanmoedigde. Ga voort, als het u belieft. Ja, ja, zei de kapitein, die het voor een plicht van beleefdheid hield, meneer Dombey te ondersteunen. Heel goed gezegd. Ga voort, Walter. Kapitein Cuttle had verdelgd moeten worden door de blik die Dombey hem tot dank voor zijn goedgunstige hulp toezond. Maar zonder iets daarvan te vermoeden, kneep hij slechts tot antwoord één oog dicht en gaf Dombey door zekere bewegingen van zijn haak te verstaan dat Walter in het eerst een beetje bedeesd was, maar spoedig wel beter op dreef zou komen. Het is een heel bijzondere en persoonlijke zaak die mij hier heeft doen komen, meneer, vervolgde Walter haperend. En kapitein Cuttle. Present, viel de kapitein erop in, als een verzekering dat hij bij de hand was en men op hem aankon, die een heel oud vriend van mijn ongelukkige oom en een best mens is. Meneer, vervolgde Walter, zijn ogen opslaand, met een blik alsof hij voor de kapitein om inschikkelijkheid wilde smeken, was zo goed om met mij mee te gaan. Iets wat ik moeilijk weigeren kon. Wel, nee, merkte de kapitein heel vergenoegd op. Geen enkele reden om te weigeren. Ga voort, Walter. En daarom, meneer, hervatte Walter, het nu wagend Dombey in de ogen te zien en juist uit wanhoop aan de zaak met meer moed voortgaand, nu het niet meer te vermijden was. En daarom, meneer, ben ik met hem hier gekomen om te zeggen dat mijn goede oude oom in grote ongelegenheid en droefheid is. Zijn zaken zijn langzamerhand verlopen en zo is hij niet in staat geweest om een betaling te doen, waarvoor de vrees hem al maandenlang zwaar gedrukt heeft, zoals ik inderdaad weet, meneer. En nu is er een executie in huis, en ik vrees dat hij alles wat hij heeft zal verliezen, en dan van hartzeer zal sterven. En als gij nu in uw goedheid, en omdat gij van ouds weet dat hij een fatsoenlijk man is, iets zou willen doen om hem uit zijn verlegenheid te helpen, meneer, zouden wij u nooit genoeg kunnen danken. Walters ogen vulden zich met tranen, terwijl hij sprak, en die van Florence eveneens. Haar vader zag ze glinsteren, hoewel hij alleen naar Walter scheen te kijken. Het is een groot bedrag, meneer, hervatte Walter, meer dan 300 pond. Mijn oom is door dit ongeluk helemaal te neergeslagen en niet in staat om zelf iets te doen om uitkomst te zoeken. Hij weet ook nog niet dat ik u ben gaan spreken. Gij zoudt zeker willen, meneer, vervolgde Walter, na een ogenblik van aarzelen, dat ik zei wat ik eigenlijk verlangde. Maar dat weet ik werkelijk zelf nog niet precies, meneer. Mijn oom heeft nog zijn winkelvoorraad, waarop ik geloof gerust te mogen zeggen dat geen andere schulden liggen. En hier is kapitein Cuttle, die ook borg wil blijven. Ik durf er haast niet over te spreken, zei Walter, maar wat ik verdien, als ge dat woudt laten oplopen, opnemen, voorschot, oom, een eerlijk oud man. Met deze afgebroken woorden kwam Walter tot zwijgen en bleef toen met een hangend hoofd voor zijn patroon staan. Dit een gunstig ogenblik achtend om zijn schatten te tonen, kwam kapitein Cuttle naar de tafel en nadat hij tussen het ontbijtgoed vlak bij Dombey's elleboog ruimte had gemaakt, haalde hij horloge, contanten, theelepeltjes en suikertank tevoorschijn, stapelde alles op een hoop, opdat het er zo kostbaar mogelijk zou uitzien,
en sprak toen aldus: een half brood is beter dan geen brood, en hetzelfde geldt van kruimeltjes. Hier is een hoopje. Over een pensioen van 100 pond per jaar kan ook worden beschikt. Als er één man propvol wetenschap in de wereld is, is het de oude Sam Gills. Als er één veelbelovend jong mens is, een jong mens overvloeiend van melk en honing, zei de kapitein met een van zijn gelukkige aanhalingen, dan is het zijn neef. Daarna ging de kapitein achterwaarts naar zijn vorige plaats, waar hij zijn verwarde lokken stond glad te strijken met het gezicht van een man die iets heel moeilijks bijzonder goed had verricht. Toen Walter ophield met spreken, werden Dombey's ogen door de kleine Paul aangetrokken, die, toen hij zijn zusje stil zag schreien uit medelijden met het ongeluk waarvan zij gehoord had, naar haar toeging en haar trachtte te troosten, terwijl hij met een gezichtje vol uitdrukking naar Walter en zijn vader omkeek. Na de korte onderbreking door kapitein Cuttle's rede, die hij met deftige onverschilligheid aanhoorde, vestigde Dombey zijn ogen weer op zijn zoon en bleef het kind een poos zwijgend aankijken. Hoe is die schuld ontstaan? Vroeg Dombey ten slotte. Wie is de crediteur? Dat weet hij niet, antwoordde de kapitein zijn hand op Walters schouder leggend. Maar ik wel. Die schuld komt daar vandaan, dat mijn vriend Gills eens iemand geholpen heeft, die nu al lang dood is. En dat heeft hem al menig 100 pond gekost. Meer onder 4 ogen, als u dat belieft. Mensen die moeite genoeg hebben om zelf staande te blijven, zei Dombey, zonder op de geheimzinnige gebaren van de kapitein achter Walter te letten, en nog naar zijn zoon kijkend, moesten liever met hun eigen verplichtingen en moeilijkheden voldaan zijn, en ze niet vermeerderen door voor anderen borg te blijven. Zoiets is een blijk van oneerlijkheid en verwaandheid, zei Dombey heel bars, van grote verwaandheid, want rijke mensen zouden niet meer kunnen doen. Paul, kom eens hier. Het kind gehoorzaamde en Dombey nam hem op zijn knie. Als jij geld had, zei Dombey, kijk mij eens aan. Paul, wiens ogen tussen zijn zuster en Walter heen en weer zwierven, keek zijn vader aan. Als jij geld had, zei Dombey, zoveel geld, als waarover de jonge Gay gesproken heeft, wat zou je dan doen? Het aan zijn oude oom geven, antwoordde Paul. Het aan zijn oude oom lenen, niet waar, verbeterde Dombey. Wel, als je oud genoeg bent, zul je deel in mijn geld krijgen en zullen wij het samen gebruiken. Dombey en zoon, viel Paul erop in. Wie deze frase al vroeg was bijgebracht. Dombey en zoon, herhaalde zijn vader. Zou je nu graag Dombey en zoon beginnen te worden en dat geld aan de oom van Gay lenen? O, als het u belieft, papa, antwoordde Paul. En dat zou Florence ook zo graag. Meisjes, zei Dombey, hebben niets met Dombey en zoon te maken. Zou je het graag willen? Ja, papa, ja. Dan zul je het doen, antwoordde zijn vader. En je ziet nu wel, Paul, vervolgde hij, terwijl hij zijn stem liet dalen, hoe machtig het geld is en hoe de mensen ernaar verlangen. De jonge Gay komt die hele weg hierheen om geld te vragen. En jij die zo rijk en groot bent, omdat je het hebt, zult het hem nu geven als een grote gunst en verplichting. Paul keek even op met zijn oudachtig gezichtje, waarop te lezen stond dat hij de betekenis van deze woorden heel goed begreep. Maar onmiddellijk daarop werd het weer een jong en kinderlijk gezichtje, toen hij zich van zijn vaders knie liet glijden en naar Florence toeliep om haar te zeggen dat zij niet meer moest schreien,
want dat hij de jonge Gay het geld zou geven. Dombey keerde zich nu om naar een zijtafeltje, schreef een briefje en verzegelde dit. In die tussentijd fluisterde Paul en Florence met Walter en keek kapitein Cuttle genoeglijk op dit drietal neer, met zulke hoogvliegende en verwaande gedachten dat Dombey ze nooit had kunnen geloven. Toen het briefje gereed was, keerde Dombey zich weer om en stak het Walter toe. Geef dat, zei hij, morgenochtend dadelijk aan meneer Carker. Hij zal onmiddellijk zorgen dat iemand van het kantoor uw oom uit zijn huidige situatie gaat bevrijden door het volle bedrag van de eis te betalen en dat er voor de terugbetaling zulke schikkingen worden gemaakt als in de omstandigheden van uw oom dienstig zijn. Gij zult zeker wel onthouden dat het door jongeheer Paul voor u gedaan wordt. Walter, die zo onverwachts het middel in de hand kreeg om zijn goede oom uit zijn moeilijkheden te redden, had wel iets van zijn dankbaarheid en blijdschap willen uitdrukken. Maar Dombey stuitte hem. Gij zult zeker wel onthouden, herhaalde hij, dat dit door jongeheer Paul gedaan wordt. Ik heb het hem verklaard en hij begrijpt het. Ik wens dat er niets meer over gezegd wordt. Daar hij naar de deur wees, kon Walter niets anders doen dan buigen en weggaan. Juffrouw Tox, die zag dat de kapitein hetzelfde scheen te willen doen, kwam er nu tussen. Meneer, zei zij, Dombey aansprekend, over wiens mildheid zij en mevrouw Chick een overvloed van tranen storten. Ik geloof dat gij iets over het hoofd ziet. Neem mij niet kwalijk, meneer Dombey. Ik geloof dat uw verheven karakter u een kleine bijkomstigheid heeft doen overslaan. Inderdaad, juffrouw Tox, zei Dombey. Die heer met dat instrument, hervatte juffrouw Tox, met een blik naar kapitein Cuttle, heeft op de tafel naast u. Lieve hemel, zei Dombey, de schatten van de kapitein wegvegend, alsof het verwerpelijke kruimels waren. Neem die dingen weg. Ik ben u bijzonder verplicht, juffrouw Tox. Dit is een bewijs van uw gewone oplettendheid. Wees zo goed die dingen weg te nemen, meneer. Kapitein Cuttle voelde dat hem niets anders overschoot dan te gehoorzamen. Maar de grootmoedigheid van Dombey, die schatten zo vlak voor hem opgestapeld van de hand wees, trof hem zo dat hij naar de theelepeltjes en de suikertang in de ene zak en de contanten in de andere te hebben gestoken en het grote horloge langzaam in zijn eigen kuil te hebben neergelaten, zich niet weerhouden kon de rechterhand van die heer met zijn linkerhand beet te pakken en de haak hartelijk in de palm te drukken. De gelijktijdige gewaarwording van warm gevoel en koud ijzer deed Dombey huiveren. Daarna wierp kapitein Cuttle de dames heel zwierig en galant verschijnende haakkussen toe en nadat hij nog in het bijzonder afscheid van Paul en Florence had genomen, ging hij met Walter de kamer uit. In de warmte van haar hartje liep Florence hen al na om een boodschap voor de oude Sam mee te geven, toen Dombey haar terugriep en beval te blijven waar zij was. Zult ge dan nooit een Dombey worden, kindlief, zei mevrouw Chick met aandoenlijk verwijt. Lieve tante, zei Florence, wees niet boos op mij. Ik ben papa zo dankbaar. Zij had wel naar hem toe willen lopen en haar armen om zijn hals willen slaan, als zij maar gedurfd had. Maar aangezien zij niet durfde, keek zij maar naar hem met dankbare ogen, terwijl hij zat te peinzen, soms met een onrustige blik naar haar omkijkend, maar meestal de kleine Paul gadeslaand, die in zijn nieuwe waardigheid als de persoon
die de jonge Gay het geld had gegeven, deftig door de kamer stapte. En de jonge Gay, Walter, hoe was het met hem? Hij was blij dat de huiselijke haard van de oude man nu van deurwaarders en uitdragers gezuiverd zou worden en hij met goede tijding naar zijn oom terugsnelde. Hij was blij dat alles de volgende dag voor de middag geschikt en in orde gemaakt was en hij 's avonds weer met de oude Sam en kapitein Cuttle in het achterkamertje zat, dat hij de instrumentmaker weer zag opleven en op de toekomst hopen en voelen dat de houten adelborst weer zijn eigendom was. Maar zonder zijn dankbaarheid voor meneer Danby enigszins tekort te doen, moet het toch gezegd worden dat Walter vernederd en ontmoedigd was. Wanneer de zwellende bloesemknoppen van onze hoop door een gure wind onherstelbaar geteisterd worden, zijn wij het meest geneigd ons voor te stellen welke bloemen zij hadden kunnen voortbrengen als zij ontloken waren. En nu Walter zich door een nieuwe en verschrikkelijke val van de ontzaggelijke Dombiaanse hoogte afgesneden vond en voelde dat al zijn oude dwaze fantasieën daardoor in de wind verstrooid waren, begon hij te vermoeden dat zij hem hadden kunnen voeren tot argeloze visioenen van eens in de verre toekomst naar Florence hand te dingen. De kapitein beschouwde de zaak in een heel ander licht. Hij scheen te geloven dat de samenkomst die hij had bijgewoond zo bemoedigend was dat zij maar een paar stappen van een regelrechte verloving tussen Walter en Florence verwijderd was en dat het gebeurde zijn Whittingtoniaanse hoop ten sterkste had begunstigd, zo al niet tot volstrekte zekerheid had gebracht. Geprikkeld door deze overtuiging, als ook door de meerdere opgeruimdheid van zijn oude vriend en zijn eigen daaruit voortspruitende vrolijkheid, trachtte hij die avond, toen hij de ballade van mooie Peggy zong, de naam van Florence voor die der heldin in de plaats te stellen. En daar hij dit vanwege het rijm bezwaarlijk vond, kwam hij op de gelukkige inval de weerbarstige naam in Flaggy te veranderen. Zo zong hij dus het liedje met bijna bovennatuurlijke schalksheid en een daverende stem, hoewel de tijd nabij was dat hij de woning van de verschrikkelijke juffrouw MacStinger weer moest op gaan zoeken. Einde van hoofdstuk 10.